De overstroomde gebieden in Brokopondo zijn officieel verklaard tot rampgebied. Dit deelde president Chandrika Prasad Santokhi vandaag mee op een regeringspersconferentie. Het staatshoofd zei bij zijn bezoek in Brokopondo afgelopen zaterdag dat hij diverse actoren zou horen om te weten of het gebied daadwerkelijk tot rampgebied verklaard kon worden. Het staatsbesluit hiervoor is reeds getekend. De president geeft aan dat er meer hulp naar de gebieden gestuurd zal worden. Rampgebied? Ja, ik zie al dat jullie al weten. Ik heb net aangegeven om 12 uur wil ik mijn presidentieel besluit tekenen dat het rampgebied verklaard is. Met name die gebieden die op dit moment getroffen zijn door wateroverlast. Dus het moet nog getekend worden. Het is goed voorbereid, het is binnen de regering besproken, met de DNA-leiding, met alle deskundigen, meteodienst gesproken, staatsolie gesproken, universiteit gesproken, met alle deskundigen besproken en naar de situatie gekeken, ook met de stresscommissaris van Brokopondo. En zodoende zijn we tot besluit gekomen. Als je eenmaal het verklaard hebt tot het rampgebied, dat zijn allemaal statussen die ook internationaal gevolgd worden. En afgelopen tijd, dat is de rapportage die we van de NCCR gehad hebben, is er contact geweest met heel wat instituten in de regio, maar ook erbuiten. En iedereen vraagt namelijk of het gebied al officieel verklaard is. Santokhi zegt verder dat de landen die willen helpen, willen weten wat de toestand is, omdat zij hun tegemoetkoming moeten rechtvaardigen. Hiernaast kijken de Surinaamse autoriteiten naar de capaciteit waarover Suriname beschikt. En dat is een van de conclusies geweest, namelijk dat wij die capaciteit wel hebben, maar als we inderdaad snel willen doen, alle gebieden willen bereiken, dan hebben we daarvoor equipment niet, we hebben wel helikopters, maar die helikopters zijn niet geschikt om zware goederen te transporteren. En als je weet dat heel wat airports daar niet meer geschikt zijn voor veilige landingen, dan moet je inderdaad uitkijken naar hulp van buiten. En daarom hebben we gezegd, laat het doen en laat het gecoördineerd doen, de capaciteit is versterkt. Van het NCCR naar het crisisteam, nationaal crisisteam, maar ook naar de ministeries die een crisisteam hebben, naar de distrikscommissaris die een crisisteam hebben. Er is een clusterteam van ministers onder coördinatie van de vicepresident. En daarnaast hebben we opdracht gegeven om zo zwaar mogelijk te mobiliseren bij leger, bij politie, bij kustwacht, alles wat we kunnen verzamelen. Er gaan hubs komen op strategische locaties, zodat de burgers weten, hey, daar is er een hub. Daar kan ik me aanmelden, daar kan ik bescherming vinden, daar kan ik onderdak vinden, daar kan ik voeding vinden. Het staatshoofd zegt dat de veldhospitalen die aan Suriname zijn geschonken door het Amerikaans leger, ingezet zullen worden als mobiele hospitalen. De afgelopen periode is ook met een aantal deskundigen gesproken om na te gaan hoe het probleem aan te pakken.